Hi, welkom bij de Kruidenheksen. We gaan het met jullie vandaag hebben over schaduwwerk. En dat klinkt misschien heel spannend. Schaduwwerk klinkt misschien als misschien zelfs wel een eng woord. Maar schaduwwerk is eigenlijk niks anders dan het werken aan jezelf. Werken aan de slechte kanten dan vooral van jezelf. Dus de donkere zijde van jezelf. En die proberen te verbeteren. Ja, en het is eigenlijk niet alleen maar aan de minder leuke kanten, zou ik zeggen, maar ook veel mensen hebben ook moeite om hun positieve kanten te zien. En ja, dan dat is natuurlijk ook een evenwicht zoeken, want dat is ook heel belangrijk. Als je die niet erkent voor jezelf, dan ga je eigenlijk ook onderuit. Dus als je alleen geneigd bent om de schaduwkant te belichten, zou ik maar zeggen, dat zou ook niet goed zijn. En wat ik ook heel belangrijk aspect vind van schaduwwerk is patronen. Want we hebben allemaal patronen. Ja, patronen doorbreken. Ja, en dat is best lastig, want die heb je natuurlijk vaak als kind meegekregen in combinatie met een stukje karakter. En dat is een herhaling, hè, die zich dan eigenlijk voordoet. We zullen jullie een paar tips proberen te geven van hoe kun je nou aan de slag voor jezelf met schaduwwerk. Hè? Wat het grappige daaraan is dat je eigen eigenschappen vallen je het meeste op bij anderen. Ja, dus wat kan je nou heel makkelijk doen? Ja. Is als je nou niet weet wat bijvoorbeeld jouw eigen goede kanten zijn of je slechte kanten, dan ga je eens gewoon om je heen kijken, hè? In je eerste cirkeltje. Dus je partner, je kinderen, Vrienden, ja, vrienden. collega's. Ja, Ja. schrijf die namen eens op en maak daar een lijstje onder met positieve eigenschappen en negatieve eigenschappen. Iets wat je erg opvalt, Iets wat zeg je maar, erg in een opvalt. ander. Ja, dus Ja. bijvoorbeeld de negatieve kanten is bijvoorbeeld van ik erger me aan dit van die persoon. Ja. Hè? En Ja. dat schrijf je op. Ja. En oh, ik kijk eigenlijk tegen iemand op omdat hij dat heel goed doet. Dat is dan een positieve kant. Want ik vind Ja, het of iets knap dat wat je die dat voor elkaar opvalt. krijgt. Ja, of iets Ja. wat je opvalt, iets En leuks. als je dat helemaal hebt gedaan, simpelweg even je hand op die namen zou houden, dan zou je dus eigenlijk een lijstje overhouden met jouw eigen positieve en negatieve aspecten. Ja. En hoe komt dat nou? Dat komt omdat je ze spiegelt. Ja, het is een spiegel. Eigenlijk alles wat we om ons heen als heel intens ervaren is een spiegel. De spiegel heb je eigenlijk nodig om jou een weg te wijzen naar het werken aan jezelf. En het jammere is wel dat de Nederlandse cultuur geeft eigenlijk niks mee aan handvaten om aan jezelf te werken. Mensen praten daar ook niet graag Nee, het over. enige wat ik hoor, dat zie je dan bij kleuters heel vaak, is dat ze zeggen: wat je zegt, ben je zelf. En En dat klopt eigenlijk dus. klopt dat Dat klopt dus. dus. Maar Ja. dat komt dus alleen maar bij kleuters, bij kleine kinderen naar voren. En Ja. daarna wordt eigenlijk niks meer mee gedaan. Nee. Want er wordt ook niet uitgelegd wat dat dan betekent, wat je zegt, ben je zelf. En dat is erg jammer. En dan zou je denken van waarom zou je zo aan de slag gaan met jezelf? Nou, we moeten zeggen, heksen hebben over het algemeen doen dat eigenlijk, hè? Die Ja, proberen klopt. zichzelf te verbeteren. Dat is mooi aan het heks zijn. En het bevrijdt je. Dus Ja. dat is het punt. Het maakt je vrij. En je hoeft je niet te generen. Want iedereen heeft bepaalde punten om aan te werken. Er is geen enkel mens die dat niet heeft. En ga je dat helemaal overslaan, die mensen kennen we allemaal wel één of twee, dan wordt het één grote projectie eigenlijk. Dus Ja. altijd een ander de schuld geven, Ja, dat en is het blijft ook akelig. altijd hetzelfde. Er Ja. verandert niks. Nee, dus een He, soort je kan van iemand mensen een gaan tig iemand keer op. beschuldigen. Ja, en je kan Ja. iemand tig keer aanspreken op het feit dat hij iets verkeerd doet. Maar diegene blijft dat dan doen. Ja, En dus. tegelijkertijd zegt dat dan ook weer iets over jezelf. Want jij bent degene die zich daaraan ergert. Ja, het is wel interessant. Heel interessant. Waarbij je dus Ja. mee kan beginnen ook, is van reflecteer. Maar reflecteer dan niet dus zodanig op gedachten, maar op gevoel. Dus als je voelt, je gaat iets, je voelt een gevoel in je opkomen en van daaruit ga je reageren.
ga dat gevoel eens lezen bij jezelf. En doe dat eigenlijk elk moment van de dag. Van wat is mijn intentie op dit moment? Wat is de energie die ik voel voordat ik ga reageren? Dat is veel interessanter dan de omstandigheden of iets dergelijks. Ja. Dus voel jij boosheid bijvoorbeeld opkomen voordat je reageert of ergernis? Ga dan eerst eens even rustig terug naar jezelf. Probeer met jezelf in een soort van vrede weer te komen en dan pas te reageren. En ga dan eens na voor jezelf daarna van waar kwam dit vandaan? Want neem één situatie, zet er 5 mensen voor en iedereen reageert anders. Ja. Dus het komt uit jezelf en niet van buitenaf op je af. En die manier van reflecteren naar jezelf is heel interessant. Maar nou is het niet zo dat je altijd alles alleen op kan lossen. Hè? Vaak zijn mensen in een bepaalde situatie gekomen door ook het toedoen van een ander. Ja. En is het ook heel handig als iemand jou een hand kan reiken om bepaalde patronen te doorbreken. Ja. Dan zou je naar een coach kunnen gaan. Hè? Ja. Zoals het werk wat wij doen, maar ook vele anderen natuurlijk die dat goed op een goede manier doen. En het is heel ontroerend, vind ik, als iemand bereid is om het aan te gaan voor zichzelf. Ja. Wat maakt het uit wat het is? En heel veel mensen moeten ook op hun positieve kanten worden gewezen. Ja. Het is echt niet zo dat je iemand altijd moet wijzen op een soort van fouten. Nee, inderdaad. Nee. En ook je eigen waarde inzien is en belangrijk. En daarom is het dus ook belangrijk om zo'n lijstje te maken voor jezelf. Hè? Dat hoef je niet eens op te schrijven, je kan het ook in je hoofd doen natuurlijk. Van dit en dit doe ik eigenlijk nog niet zo goed, maar deze dingen doe ik al wel heel goed. En dan is het heel handig om voor jezelf eigenlijk elke dag eventjes 's avonds te bedenken van wat is er nou heel goed gegaan vandaag en wat kan er nog beter. Want als je daar heel bewust mee bezig bent elke dag, dan ga je het makkelijker inzien wat je eraan kan veranderen. Ja, zeker. En het maakt gelukkiger. Ja. Ik denk dat werken aan jezelf echt de sleutel is tot levensgeluk. Dus dat denk het is ik wel, echt niet iets wat je zou moeten laten liggen. Het maakt je gelukkig, het bevrijdt je. Want wie wil er nou met oude patronen rondlopen of met bepaalde negativiteit altijd naar zichzelf toegekeerd of wat dan ook. Boosheid, verdriet, frustratie. Elke emotie kan daar natuurlijk bij horen, want voor iedereen is het ook weer anders. Ja, en het maakt het ook veel prettiger om met anderen om te gaan als je jezelf kent. We hadden afgelopen keer de heksenkring, hadden we thema weekend. Schaduwwerk. Dat was een hele mooie bijeenkomst. En Jan, een vriend van ons, die ook een eigen praktijk heeft, die kwam spreken over schaduwwerk. Ja. Jan Rosien. Ja, zullen we wel even in beeld laten komen, want hij heeft wat dingen online gezet. Ja, hij heeft heel mooi een soort van samenvattingscompilatie heeft hij op TikTok gezet. En die kan je daar nakijken. Ja. Ik zet onder in beeld van in ieder geval zijn gebruikersnaam. En dan is het volgens mij het laatste filmpje wat hij heeft geüpload. Ja. Dan kan je het makkelijk vinden volgens mij. Nou, we zijn mooi in gesprek gekomen over schaduwwerk in de heksenkring. Absoluut. Dat was erg fijn. Iedereen ging toch wel de verdieping in. Was mooi. Ja. Wij als Nederlanders. Ja, hey, waren we toch goed bezig met z'n allen. Ja. Zeg maar, jullie zijn van harte welkom in onze praktijk. Als je het gevoel hebt van, goh, ik kan een handreiking gebruiken. En ja, aan jezelf werken, aan je eigen psyche, aan je geest. Een van de mooiste dingen die er zijn. Ik vind het echt een hobby. Het is niet altijd makkelijk. Nee, dat niet. Maar het is wel de moeite waard. En we zijn allemaal maar mensen. Er is niemand foutloos of... Ja. En maak ook niet de fout door te denken van als ik dit heb opgelost, dan is het klaar. Want je blijft altijd doorgaan. Er is geen mens die stopt met die ontwikkeling, met het verder werken aan het ik zijn. Hè? Iedereen kan verbeteren. Ja, mijn coach zei heel mooi vroeger van het is een horizon die verschuift. Dus je denkt dat je er bent en dan komt eigenlijk het volgende stuk. Ja. Dat was ook wel leuk, want Jan zei ook van, dan zeggen mensen tegen mij van, Jan, houdt het nooit op? Nee, het houdt nooit op. Maar het brengt je dichter bij jezelf en dichter bij de mensen waar je van houdt. Dus ja. Nou, het maakt het makkelijk om je te verbinden met anderen. Ja, zeker. Omdat je jezelf verbetert. Je wordt
En accepteert. Ja. Het is niet zo dat je alleen maar soort van mindere kanten aan jezelf weg moet werken of zo. Je accepteert gewoon meer het geheel. Ja. Ja, het is inderdaad niet het uitgummen van het verleden, maar het accepteren ook van het verleden. Ja. En dus ook het accepteren van jouw minder goede kanten. En het leren daarmee omgaan, zodat het ook makkelijker wordt voor je omgeving. Ja, dus. Ja, ik vind het prachtig. Ja. Ja. Nou, tot de volgende kruidenheksen. Doei. Doei. Zo, lekker theetje bij het vuur. Mm-hmm.